Witte stranden, palmbomen en een blauwe zee. Dit is dus ook Nederland. Of heel precies, een deel van het Koninkrijk der Nederlanden. Het ligt aan de andere kant van de Atlantische Oceaan. Het Caribisch deel van het Koninkrijk. 6 eilanden zijn het. Met aan de onderkant Aruba, Curaçao en Bonaire. En bijna 1000 kilometer verderop naar boven, Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius. De eilanden zijn ooit door Nederland veroverd. Dat gebeurde in de 17e eeuw. Nederland gebruikte de eilanden voor de handel. Nederlandse handelaren brachten vanuit Afrika tot slaafgemaakte mensen naar dit gebied toe. Die werden verkocht en moesten werken op plantages in dit deel van de wereld. Nederland bleef er de baas, ook toen slavernij werd verboden halverwege de 19e eeuw. Later werden er een paar keer nieuwe afspraken gemaakt met de bewoners hoe de eilanden geleid zouden worden. De laatste grote afspraak daarover werd gemaakt in 2010. En vanaf dat moment zit het zo. Aruba, Curaçao en Sint Maarten gaan verder als eigen land, maar wel als onderdeel van het Koninkrijk der Nederlanden. Bonaire, Sint Eustatius en Saba kiezen ervoor om een soort gemeente van Nederland te worden. En zo is voor alle eilanden bijvoorbeeld geregeld welke dingen ze zelf beslissen en voor welke dingen ze hulp of geld krijgen van de Nederlandse regering. En voor alle eilanden geldt dus dat ze Willem-Alexander als koning hebben.